Hey, welkom bij It's My Drive. Vandaag heb ik mijn laatste toerdag afgesloten van de MAN tegen X campagne. Ik heb mogen rijden in Noord-Holland voor BTS en in Friesland voor Wierda Bedrijfswagens met deze gouden koets. Toen ik de nieuwe TGX voor het eerst zag in Bilbao, Spanje, toen dacht ik echt van wat is er nou eigenlijk helemaal nieuw aan? Want hij lijkt nog best wel op de voorgaande generaties. Maar het hele plaatwerk van de hele cabine is vernieuwd. Er is onder andere nieuwe beleiding aangebracht, wat de aerodynamica weer ten goede komt. En aan beide deurkanten zit een soort stripje. En die maakt dat opspattend water en modder, vuiligheid, dat het niet op de deur en op de handgreep komt. Handigheidje. Aan beide zijkanten zitten nieuwe richtingaanwijzers, nieuwe lampjes. En er zit nog meer aan de zijkant, maar dat laat ik jullie zo zien. Aan de voorkant zie je dat de lamellen wat veranderd zijn. Dus die hele grill die oogt ook anders. En volledige LED-koplampen. Sowieso binnen en buiten allemaal LED-verlichting. Is natuurlijk een stuk duurzamer. Met ook mooi MAN erin. En wat hier misschien ook wel meteen opvalt, en dat is van binnenuit natuurlijk nog beter te zien, is dat de voorruit niet meer zo hoog is. MAN stond er altijd onbekend om best wel grote voorruit te hebben. Die hebben ze nu verlaagd, wat in de binnenkant of in de binnenruimte weer ten goede komt aan de kastruimte. Want je hebt extra kastruimte erdoor gekregen. Aan beide zijkanten zitten sensoren, dat zijn deze blokken. Deze houdt de voorkant van de cabine in de gaten en deze de achterkant van je auto, maar ook die trailer. Aan de linkerkant is het zo, op het moment dat je linksaf wil slaan of wilt invoegen en er zit iets hier langs de flank of langs je auto, dan geeft hij een oranje waarschuwingslicht. En op het moment dat je dus toch naar links gaat, gaat hij ook echt met geluid waarschuwen en met een rood knipperende lamp. Aan de andere kant, dus de rechterzijde, geeft hij altijd een oranje lampje als er iets in je flank zit. Dat is natuurlijk echt wel een stukje veiligheid. En met name als je dan ook wil afslaan of als je bijvoorbeeld hebt ingehaald en je wil naar rechts, dan zie je dat er dus iets in je dode hoek zit. Dus kijk met je mee. Extra paar ogen aan beide kanten. Als ik de bestuurderskant open, dan zitten hier 4 knoppen. Standaard is 2 en optioneel is zoals hier 4. Die zijn vrij programmeerbaar. Dat betekent dat je er verschillende functies op kan laten zetten. En in dit geval zijn het de alarmlichten, de ruiten, de deurvergrendeling of ontgrendeling en de werklamp. Over de deur gesproken, hij kan bijna 90 graden open, dus dat maakt ook dat je meer ruimte hebt om in te stappen. En de instap is ook wat veranderd. En ik moet zeggen, het is meer dat je rechtop inloopt, dus je hoeft jezelf niet in een soort raar bochtje te wringen als je instapt. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe truckserie heeft MAN echt goed geluisterd naar chauffeurs. Ze hebben meer dan 700 chauffeurs internationaal geïnterviewd, onder andere in Duitsland ook bij Autoheuven. En daarbij hebben ze gevraagd van, joh, als jij nou een auto zou mogen ontwerpen, wat moet er dan in zitten? Wat mag er absoluut niet missen en wat kunnen we misschien beter maken ten opzichte van vorige generaties? Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dit ontwerp, dus in deze auto. Met name in de cabine zie je echt veel chauffeurs, comfort terug, om het zo maar te noemen. En één van die dingen is het stuur. Kijk maar. Die kan nu tot zover op je schoot. Dus dat is wel echt meegenomen, chauffeurswens. En voor wat betreft de stoelen, in de basis zijn dit Recaro stoelen. Dus die zitten in elke nieuwe MAN. In dit geval zijn ze echt meerledig ook met lendensteunen in te stellen. Wat ik al zei, in de basis zijn het dus Recaro stoelen. Maar in dit geval is hij nog eens extra aangekleed met leer, stoelverwarming en stoelventilatie. In de nieuwe TGX valt vooral het multifunctionele stuur op. En het digitale display. Wat ik zelf heel erg prettig vind, is dat er gewoon niet al te veel informatie op staat. Je hebt de snelheidsmeter, zowel als metertje als digitaal wordt die weergegeven. En rechts de toerenteller, die loopt op. Hier verschijnt of die dus een neutraal drive of achteruit staat. En in het midden zijn de gegevens van de adaptieve cruise control. Op het moment dat die is ingeschakeld, verschijnt hier de ingeschakelde snelheid met het groene boogje eroverheen. Of eventueel een speed limiter, dan verschijnt hij het rood. Hier geeft hij aan hoeveel afstand we tot het voertuig voor ons hebben. Dan verschijnt hier een vrachtwagen-icoontje met de snelheid die het voertuig ook rijdt. En hier tussenin de afstand die wij tot het voertuig hebben. En die is dus ook in te stellen
En dat doe je met deze knop aan de linkerkant van het stuur. Hiermee selecteer je de modus, adaptieve cruise control of een speed limiter. Met deze zet je hem vast. Hiermee kan je hem hervatten op het moment dat hij uit is. En met deze kun je ook de snelheid omhoog doen of omlaag. Met deze knoppen stel je de afstand in tot het voertuig voor je. En met deze kun je de downhill en de uphill snelheid doen. Dus hoe snel of hoe langzaam moet hij bergopwaarts en bult af. Hiermee zet je de cruise control uit. Volumeregeling, telefoon opnemen. Als die hier groene lijnen weergeeft, betekent het dat hij hem binnen de lijnen houdt. Dus hij stuurt ook tegen. Aan deze zijde van het stuur, het multifunctionele stuur, kan je bladeren door de menus. De linkerkant is de voertuiggegevens, rijgegevens, instellingen, etc. Bijvoorbeeld ook de aslastindicator. En aan de rechterzijde bedien je eventueel op het stuur eigenlijk de functionaliteiten die je anders op je tweede scherm hebt. Om ermee weg te rijden zet je hem in D, je drukt hem dus door. De elektronische parkeerrem lost automatisch op het moment dat je wat gas geeft. En anders is het een kwestie van indrukken om hem te lossen of aantrekken om hem erop te zetten. Dus deze in D of achteruit of neutraal. Dus met je duim naar links drukken. Met dit wieltje bedien je overigens de rijmodus. En in dit geval zitten er 3 rijmodi op. Het zijn efficiency, dat is meer normale rijmodus. Een manoeuvreerstand en efficiency plus. Hier rechts hebben we het tweede scherm, een digitaal display, full color. In dit geval zit het 7-inch display erin. Eventueel is die ook mogelijk zo met dit vak erbij en dan is die dus 11-inch. Hellingproof is niet meer nodig met deze functie. Hij houdt de rem dan even vast. Wat MAN heel slim gedaan heeft is geen touchscreen, maar werken met deze 2 draaischijven. Met de onderste schijf kan door het hoofdmenu gebladerd worden en met de bovenste schijf kan de menukeuze bevestigd worden en weer daarin gebladerd worden. Deze is trouwens weg te klappen, zodat het de doorloop makkelijker maakt. En eventueel, mocht je nou een zware tas hebben, dan klapt die weg en je doet hem weer zo. Bekerhouders, en heel eenvoudig eigenlijk, met deze is het gat waar je beker in komt te verkleinen. Dus nu past er bijvoorbeeld een blikje in. En op deze manier je koffie XXL als je dienst begint. De materialen voelen ook gewoon echt solide aan. 2 handige lades. Er zit een motortunnel in van, nou wat zal het zijn, zo'n 7 centimeter. Zowel beneden als het bovenbed hebben een lattenbodem. En dat maakt ook dat die in stevigheid te verstellen is. Het matras lijkt dun, maar dat is alleen het voorkantje, want hij is 11 centimeter dik. Er zit een nieuw matras in. Ik kan het bed optillen. Zo. En dan zie je hier onderin, zowel aan de rechterkant als de linkerkant, 2 bakken. Die kun je uitnemen. En dan kom je dus bij de vakken die je van buiten kan bereiken. Het matras is ook verkrijgbaar met een lattenbodem die aan deze kant rechtop gaat. Dus dan kun je hier lekker er tegenaan hangen, chillen, tv kijken, rusten. Dus dat is wel fijn. Deze is trouwens ook bewust voor gekozen om de bediening van bijvoorbeeld je radio, de ramen, de vergrendeling, het dakluik, om dat met deze afstandsbediening te doen. Die zit in het midden, zodat het niet uitmaakt waar je met je hoofd ligt. En je kan hier in principe alle functionaliteiten mee bedienen. En dus hij zit er aan een snoer. Dus dat maakt dat niet iemand die ook met jouw auto rijdt hem per ongeluk meeneemt. Bovenbed zit hierin, ook met lattenbodem. En wat ook wel grappig is dat aan beide kanten zit ook hier voor de bijrijder een bedieningspaneel. Waarmee verlichting, ramen, dakluik
en vergrendeling van de deuren geregeld kan worden. Standaard is de truck uitgerust met een RioBox. De RioBox maakt het mogelijk om op afstand mee te kijken met het voertuig. Dus wie rijdt erin, waar rijdt hij en wat is de technische status. En dat maakt het dus ook mogelijk om preventief onderhoud in te plannen. MAN kan namelijk meekijken, wie de bedrijfswagens doet dat, proactief. En die gaat bekijken van, goh, wanneer moet de onderhoud plaatsvinden? Is de olie bijvoorbeeld aan verversing toe? Dat soort zaken. Maar ook stel je komt onverhoopt met pech langs de weg te staan. Dan kan de chauffeur bellen met Wierda. Zij kijken meteen mee en kunnen dan ook zien van, joh, je kan rustig doorrijden. Of we sturen iemand naar je toe. Die komt de schade verhelpen. Of wat er ook aan de hand is. En zo kun je eigenlijk altijd verder. En voorkom je, als het even kan, ongewenste stilstand. In deze setting zat ik er ook bij in Bilbao, toen ik voor het eerst kennis maakte met de nieuwe TGX. Ik weet nog dat ik toen iets zei van, ja, ik weet niet of het nou helemaal zo speciaal is of zo bijzonder. Maar inmiddels, echt, deze auto is af. Dat zeg ik niet omdat ik deze campagne heb mogen draaien, maar dat is gewoon echt zo. Je stapt erin, en dat merkten we ook met de proefritten, iedereen rijdt er gewoon mee weg. En rijdt er zo mee weg. Alleen maar positieve reacties mogen ontvangen. Het is echt, echt heel bijzonder. Kijk, hij blinkt misschien niet in iets heel erg uit, behalve in dat hij gemakkelijk te bedienen is, dat er geen poeha op zit, dat hij gewoon doet wat hij moet doen. En dus ook voor iedereen rijdbaar is. Het is gewoon geen complexe auto, maar hij is ook weer niet simpel, als in waar MAN in het verleden misschien wat meer onbekend stond, was meer recht toe, recht aan en niet zo'n spannende of niet zo'n sexy auto. Maar hij is nu gewoon, hij is af. Het is ook meer een chauffeursauto nu geworden en ja, ik zou iedereen willen aanraden om gewoon eens erin te gaan kijken. Bij voorkeur, als het kan, ook ermee te gaan rijden. Om het gewoon zelf te ervaren. Want echt, als je ermee rijdt, het is zo anders dan alleen in een boekje het zien of van een foto zien. Ik hoop dat jullie nu een beter beeld hebben van de nieuwe MAN TGX. En ja, ik kijk erg naar uit om er weer mee op pad te zijn. En ik vind het moeilijk eigenlijk om hem nu hier voorlopig achter te laten. Ik ga de sleutel inleveren en ja, dat was dan even de tour voor nu. Mijn kaart moet ik er trouwens nog uithalen, ze gaat nog even op contact. En dan zit het avontuur er voor nu even op. Dus dan laat ik de Gouden Leeuw hier in Heerenveen achter. Ik hoop dat er veel mensen mee gaan rijden en dat veel mensen er net zo enthousiast over zijn. Daar laat ik het bij. Ciao, tot de volgende. Mijn haar, jongen. Zal ik nog één keer doen? In beide deur... Wacht. Open. Ik ga dit even opnieuw doen. Blop.